Lieve mensen, we zijn hier bij het Luxford in Science Festival, daar waar wetenschap en film elkaar ontmoeten. Een maand geleden was ik hier ook al voor het Radboud Research Night, ook wetenschappelijk, en toen heb ik me de hele avond vol staan te eten. Ik ben benieuwd wat vanavond brengt. Ja, het In Science Festival is georganiseerd om juist ook film een podium te geven, om wetenschap en film een podium te geven. We hebben bijvoorbeeld een filmvertoning en aan iedere film die wij vertonen zit eigenlijk ook een wetenschappelijk element. Daaromheen expositie die raakvlak heeft met wetenschap te tonen en ook een interactief stuk met de do-it-yourself labs en experimenten waar je ook echt zelf de wetenschap kan ervaren. Holy shit. Oh, dit is echt heel gaaf. Dit is echt heel gaaf. Zo ziet doodgaan eruit. Ik heb net een kwartier lang, denk ik, ongeveer een plant staan te aaien. En er gaan lichtjes branden en zo. Wat is het hele idee hiervan? Ja, het idee is meer dat je ziet dat de plant gewoon reageert op mensen die het aanraken. Er zitten sensoren in de grond en die zendt dus een elektrische signaal door de plant heen. En als je hem aanraakt, dan reageert hij op je aanraking en dan krijg je de hele mooie lichtjes achter. Oké, mensen, ik heb hier mijn scientific oma gevonden. Mevrouw, wat dacht u net? Het is vrijdag, ik ga lekker in een reageerbuisje spugen en... Ik had het gelezen en ik dacht, dat is net iets voor mij. Allemaal leuke jonge mensen, enthousiaste mensen en ik kan elke dag iets leren. Ik ben weer terug in VWO 3, bij scheikunde. De laatste keer dat ik dat gedaan heb, toen zei mijn scheikundeleraar van, ga weg. Toen kwam er ook rook uit stopcontacten en zo. Dus ik ben benieuwd of ik ook rook uit kiwis krijg. We gaan vandaag DNA isoleren vanuit fruit en vanuit speeksel. Ik heb die zakken opgeslagen. Oké, ik heb hier twee reageerbuisjes. In de ene zit een mengsel van banaan, zoutoplossing en afwasmiddel en spiritus. En in de andere hetzelfde, alleen dan afgezien van de banaan, mijn speeksel. Ik heb echt een droge mond ook van het spugen. En als je er nu in kijkt, jullie kunnen dat niet zien, maar vertrouw mij er maar op. Dan zie je in het blauwe gedeelte, in de spiritus, zie je kleine witte puntjes, kristallen. En dat is dus het DNA. Wauw. Oké, mensen, ik laat de wetenschap hier achter mij heel eventjes voor wat het is. Het was niet helemaal wat ik had verwacht. Ik had gedacht met een vollere maag naar huis gaan, maar uiteindelijk heb ik toch een halve banaan in mijn pens geperst. Het was enorm interessant. Het was vooral enorm gezellig ook. Volgend jaar allemaal komen.